Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb heerlijk geslapen, echt heel erg lekker. En in één keer dacht ik van, oh ja, ik moet nog bloed prikken. Dus dat ga ik nu eventjes doen bij het Diakonesse ziekenhuis in Zeist. En dat moet nuchter gebeuren. Dus dat betekent dat ik verder niks gegeten mag hebben voor de afgelopen 9 uur lang, geloof ik. En dat heb ik niet gedaan. Dus laten we nu naar het ziekenhuis gaan en dan daar even bloed prikken. En dat duurt een uurtje. Normaal gesproken doe je gewoon even 2-3 buisjes snel en dan ben je klaar. Maar deze keer moet dat een uur lang, omdat ze gaan prikken of ik misschien, hoe heet het ook alweer? Lactose intolerant ben, geloof ik, volgens mij heet dat zo. Dus dat duurt even ietsjes langer, maar goed. Laten we naar het ziekenhuis gaan en dan ben ik heel erg benieuwd wat ook alweer de volgorde was. En want volgens mij moest ik bloed prikken, 20 minuten later iets innemen, dan weer bloed prikken en dan 20 minuten later weer. En daarom duurt het een uur. Maar goed, ik weet het niet meer precies. Dus laten we heen gaan en ik neem jullie mee. Ik ben heel benieuwd. Er zijn altijd mensen die er heel veel moeite bij hebben. Dus ik denk als ik eventjes laat zien dat ik het met een gemakje doe, dan kan het misschien met mensen helpen. Dus, voel jij je nou aangesproken omdat je bloed prikken niet fijn vindt? Kijk dan vooral verder, want hier zul je zien hoe gemakkelijk het eigenlijk wel niet gaat. Je ziet dat deze mevrouw eventjes het plekje aan het schoonmaken is waar ze gaat prikken. En toen vroeg ze mij het volgende. Mag je vuist nog een beetje dichtknijpen, top? En de beste tip die ik je kan geven is, ga niet kijken naar hoe je wordt geprikt. En 1 of 2 seconden later nadat ik werd geprikt, vroeg ze al meteen aan mij. En je ziet nu dat er een buisje wordt geklikt in het prikje, zodat dus het bloed wat via de prik binnenkomt in het buisje gevuld wordt. Ja, mag je je vuist weer ontspannen? Dat loopt mooi. Als het eerste buisje gevuld is, dan doet ze daarna dat buisje eruit en dan pakt ze een nieuw buisje om die te laten vullen. En dit wisselen, daar merk je ook helemaal niks van. Als dat tweede buisje gevuld is, dan haalt ze de naald eruit. Daar voel je eigenlijk ook vrij weinig van en daarna krijg je meteen een watje op het prikplekje gestopt en komt daar een plakbandje overheen. En als ik dan zeg maar 3 keer word geprikt, is dat dan 2 keer 1 arm en de derde in de bil? Nee hoor, of deze mag er zo na 10 minuutjes weer af en dan kunnen we nog een keer hier of een keer afwisselen. Dus, hier heb ik dus het drankje, dames en heren. Lactose tolerantietest, 250 milliliter. Ik snak al wel naar iets, maar ik kan niet echt naar dit, denk ik. Het ziet eruit als een flesje van stroophoest of zo. Hoestsiroop? Dat is het, hoestsiroop. Het is niet vies of zo. Lekker. Het was oprecht wel lekker eigenlijk. Boom. We hebben geat, dames en heren. Nu 1/2 uur wachten. We gaan voor de 2e keer bloed prikken. Als ik in de tussentijd me niet lekker voel, meld ik dat. En gaan we door. Joe. Het is tijd om weer bloed te gaan prikken. En eerst wordt eventjes het pleistertje eraf gehaald. En dat is natuurlijk niet prettig als je veel haar hebt. Hoppa. Toen werd er super lief gevraagd aan mij of ik deze arm nog een keer wilde laten prikken of de andere arm wilde doen. Maar toen kwam ik met de legendarische quote. Never change a winning arm. Sorry. Ik zat heel erg relaxed in de stoel te wachten totdat ik geprikt zou worden, omdat de eerste ging ook super soepel. Maar toen gebeurde er dit. Het voelde ook al inderdaad minder dan de... Ja. Minder goed dan de eerste. Okay. De prik was inderdaad ietsjes pijnlijker, maar absoluut niet pijn dat je, nou, zoals je aan mij ziet, dat je denkt van of dat je helemaal uit je stoel schiet. Dus alsnog, niks aan de hand. Sowieso bloed prikken gaat heel erg in je hoofd zitten, want je focust je hele lichaam naar dat punt. Ja. Dus het stelt eigenlijk niks voor, maar je maakt jezelf gek. Tenminste, sommigen van, het gaat pijn doen of dit of dat. Zoals je ziet doet ze nu op de andere arm een band om weer even goed de ader naar voren te laten poppen, denk ik. En daarna maak ik weer een vuist van mijn hand. En toen kon ze prikken. En ik voelde ook meteen dat het weer gewoon een goede prik was. Oké, het is tijd om ze eraf te halen, dames en heren. Dan kan het eventjes wat luchten. Dat is 1, dat is 2. Hoppakee. En dan straks maar eventjes kijken welke arm het beste gaat zijn voor het prikken. Ben benieuwd. En dan ben ik er ook al klaar mee. Nu is het tijd om voor de laatste keer te gaan bloed prikken. En toen werd mijn geboortedatum gevraagd. En ik gaf natuurlijk super soepel meteen goed antwoord. 080603. Gooi je over. Ja, dat weet ik zeker. Drankje heeft toch wat met me gedaan. Ja, toch? Kan er wel tegen? Ja, kan er wel tegen. Ja, zeker. Ja, sowieso als het goed geprikt wordt, dan stelt het helemaal niks voor. Nee. En als het misgeprikt wordt, dan doet het iets meer pijn. En mocht je nog steeds denken, dat bloed prikken vind ik maar helemaal niks, moet je opletten wat deze mevrouw tegen mij zegt. Echt briljant. Ik zeg altijd,
als er wat gebeurt, ben je op de juiste plek. Dat toch? Is zeker waar, 100%. Nee, je hebt een goede vaten hoor. Dat is goed. Nou, bedankt voor het compliment. Ja, toch? Goeie vaten. Goeie vaten. Jullie horen het. Klopt niet? Zou je net hebben dat het verkeerd gaat? Nou, als je nu het buisje erin doet en hij loopt vol, dan gaat het goed. Ja. Boom, baby. En nu kan ik jou een compliment geven. Dankjewel. Goed geprikt. Dankjewel. Nou, zijn we allemaal aardig vandaag. Ja, echt hè? Vlog je elke dag? Ja, ja, nog steeds. Nog steeds. Bijna 11 jaar. Oh my god. Hoe is dat dan? Want het lijkt me echt wel pittig hoor. Ja, nou ja, straks krijg ik een kleine. Ja, ja. En dan, ja. Spannend. Dat is wel spannend, ja. Ja. Want, ja, hoe ga je dat dan aanpakken? Dus inderdaad. Dat is wel even nog iets waar ik al heel lang over nadenk. Ja. Snap ik, is echt moeilijk hoor, want je wilt hem ook niet echt belemmeren. En, nee, daarom. Dus ja. Dat is wel echt, ja, daar zit ik heel over lang nadenken, al mee. Ja. Boom, baby. Dat zit erop. Dat was echt super nice, dat die laatste keer gewoon goed geprikt werd. Ik hoop dat ik in ieder geval mensen wat... ik wil niet zeggen gemotiveerd heb gekregen of zo om bloed te prikken. Maar als je dus bloed gaat prikken, je hebt er moeite mee. Het is echt super snel gedaan. Het is heel snel klaar. Ik heb het nu dus 3 keer gedaan. Waarvan de 1 keer verkeerd werd geprikt of het even niet lukte. Ik weet niet precies waar het dan ligt. Maakt niet uit. Maar dat kan gebeuren. Dan doet het ietsjes meer pijn. En het wordt een klein beetje beurs. Een beetje een soort van blauwe plek, zeg maar. Maar het is absoluut niet erg. Het stelt echt niks voor. Dus als je moeite hebt gehad met bloed prikken, ik geloof in je. Je kan het. Ga erheen, je moet het maar zo zien. Als je geen lactose-intolerantietest hoeft te doen, dan ben je echt met een paar minuten weer buiten. En als je wel zo'n test moet doen, dan weet je dus nu ook hoe dat gaat. Oké, ik heb echt super veel trek, dus ik ga meteen even hier in Zeist wat eten halen. En dan neem ik ook meteen even wat mee voor Maiwen. Maiwen die had aan mij gevraagd of ik even een dwel wilde kopen. Nou, ik sta hier nu bij de spullen. Daar ga ik natuurlijk nooit zelf uitkomen. Ik had wel tegen Maiwen gezegd, want dat zie ik hier, van oh, jij wil zeker zo'n dwel met zo'n twist. Dat je zo die stok erin kan doen en zo hing, hing, hing. Maar dat wilde ze niet. Dus ik ga haar even video bellen om te vragen wat ze wel wil. Hey, dit is ook wel handig. Een potty potty. Maar dat duurt nog even. Ik ben weer thuis, schatje. Hey. Hallo. En ik heb wat meegenomen, wat lekkers. 2 shootjes en een lekkere bagel. En moet je nou eens kijken wat voor boodschap ik krijg, dames en heren. A bagel a day keeps the doctor away. Nou, je bent wel bij de dokter geweest. Kom er net vandaan. Als ik dat had geweten, had ik eerder een bagel gegeten. Ik heb geluk in een doosje. Geluk in een doosje, nou. Hopelijk ga je ervan genieten. Heerlijk. Even lekker smikkelen, koffietje erbij. Hoppakee, heerlijk. Nou, hebben we dat ook weer gehad. Bloed prikken, kunnen afvinken. En dan morgen kan ik de huisarts bellen voor de uitslag. Dus ik ben benieuwd. Oh, dat is snel wel. Nou, dat is wel snel hè. Het is weer een beetje scheid weer buiten. Dus het is leuk om binnen weer eventjes wat te gaan doen. Maar wat ga je dan doen? Nou, mijn broer appen. Die woont hier 2 huizen naast. Dus bro, wat ga je doen? Hij zei, jongen, ik heb een belangrijke call straks. Weet je, zaken doen. Om 1 uur heb ik een call. Business be business. Dus ik dacht, oké, business booming. Maar daarna, hij zegt, niks, wat dan? Ik zei, kom chillen dan. Dus toen zei Milan, ik heb een superleuk spel. En waarom ken ik dit niet? Waarom ken jij dit nog niet eerder? Waarom, wij zijn hiermee opgegroeid. Ja. Maar dan niet deze versie. Dit is namelijk... Pim Pam Pipetti. Pim Pam Pet. Pim Pam Pet. Pim Pam Pet. Maar deze wordt niet meer verkocht. En dus die hebben we op Marktplaats heb ik die moeten krijgen. Dat was de enige manier. Hoe duur? Weet ik veel, Elisabeth heeft het gekocht, die onderhandelt altijd op Marktplaats met mensen. Dus waarschijnlijk was het 20 en hij heeft er 10 voor betaald. Oké, ja, het is in ieder geval dus niet heel duur. De verpakking zegt het ook al, het is oud. Het is echt heel oud. Ja, hier helemaal met... met tapeje en zo. Oeie, het spel werkt. Uit welk jaar komt het? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja man, alsof jou dat ooit heeft geïnteresseerd. Uit welk jaar iets komt. Ik heb ondertussen wat eten gekregen van Maiwen en dit is wel heel erg bijzonder eigenlijk. Het is een echt een bijzondere smaak, maar zeker weten eventjes het proeven waard. Ook voor jou, Milan. Erwten? Nee. Nee, het zijn geen erwten. Wat is het dan? Ik denk dat daar zullen we het ook niet van achterhalen. Ik heb geen idee wat het is, maar het is echt heel lekker. Doe maar, jongen. Oeh, lekker krokant dit. Heel bijzonder. Een gekke smaak eigenlijk. Maar ik vind het wel lekker. Ik vond de eerste hap niet zo lekker. Toen ik aan de smaak gewend raakte, vond ik het wel lekker. De spinazie. Had ik ook. Nee. Wat is dit dan? Ik heb geen idee wat het is. Oh, lekker. Zo ziet het eruit. En dit zijn dus van die toastjes die je dan lekker erin kan doen. Maar wat is het dan? Courgette prijssoep.
Daarom ging ik het niet zeggen, want jij vindt courgette niet zo lekker en nee. Vrij niet zo lekker. Nee, maar dit is wel te doen. Ja. Ja. Nu zegt hij te doen en net zei hij van ik vind het lekker. Met dille. Ja, waarom klinken gewoon heel veel van dat soort gezonde dingen, klinkt gewoon niet lekker of zo? Weet niet, wordt misschien ook wel een beetje aangepraat of zo. I don't know. Blijf ik wel lekker, courgette is nog niet een fan van. Maar ik vind de combinatie wel lekker hoor. Courgette emoji is leuk. Het is helemaal gepureerd, je proeft sowieso de structuur in niet meer. Ja, de courgette emoji die is wel nice toch? Mm-hmm. Ja. Aubergine. Oh ja, dat is aubergine. Oh ja. Oh ja. Oh ja, dit is de courgette emoji. Die is er helemaal niet. Welkom. Ik bedoelde de aubergine emoji, die bedoelde ik. Je hebt ook de, wat is die andere? Peach? Peach, ja. Persik. En de ja. Kers. Zo, die heb ik vaak gebruikt bij jou, schat. En de kers. En de kers. Maar vooral de peach. Waar is de kers van? Weet je dat niet? Nee. Oh. Oh. Hey, maar in ieder geval. Je tepels gelijk stonden met je oren. Met vijf. Leuk. Ja, hey, dit is. Je voet net zo lang als je onderarm? Dat is ook zo. Je voet is net zo lang als je onderarm. Dat is echt zo. Ja. Ik heb mijn kindsokken nog aan. En bij de grinsokken van kerst. Meen je niet. Dat is gek, hè? Dat is echt zo. Oh, verrek. Inderdaad, ja. Ja, dat klopt inderdaad. En bij een baby is het zo lang als zijn bovenarm. Dus bij ons klein is nu zijn voet, wel hoe groot was hij? 4 centimeter of zo. En dan is zijn bovenarm ook 4 centimeter. En moet jij zo doen? En dan naar beneden. Vanaf je oorlellen naar beneden. En dan? Precies bij je tepels uit. Bizar. Ja, is dat echt zo? Ja, doe maar. Bizar. Nou, recht naar beneden. Ja, dat is niet eerlijk. Ja. Is dat echt zo, ja? Ja. Wow, hoezo is dat? Is het bij iedereen zo? Nou ja, ik weet niet. Als je flap hoort, weet ik niet. Maar dat zit op dezelfde hoogte. Ja, dat is wel geinig. Dat is wel. Of heb je nog een feitje? Nee, maar ik vind het heel fijn, want ik deed zo net al even dit. Heel fijn om in te drukken. Oh. Klopt. Dat is echt een fijn... Stop. Cool, kijk, wat je hier dat is heel handig, want je hoeft alleen maar dit ding mee te nemen. Kijk eens even, hoppakee, hier zitten de kaartjes. Hartstikke klets, klets, klats, pop, klap. Sommige dingen van vroeger zijn wel echt beter, hè, even serieus. Ja, batterij zit er al in, heb ik er al in gedaan, denk zo, klats, dubbel A, dik dak. Zo, en dan aan, hoppakee, hartstikke klets. Maar hij maakt ook geluid. Boom, en dan doen we dit, en dan zeggen we een uitvinder, en dan drukken we, en dan zeggen we Einstein. En nu mag jij. Je hebt 10 seconden. Oh shit. Een uitvinder. Peter Pan. Moet je weer drukken? Is het niet echt. We hebben natuurlijk Tesla. Oh zo. Dan ben jij. Schwarzenegger. Dan ben jij. Oké, jij bent al af. Nee, hoezo? Dat zijn twee niet-uitvinders. Weet je wat hij heeft uitgevonden? Nou. De guns, jongen. Schwarzenegger, shout-out naar hem. Oh, doe je mee, schat? Hier ben je echt goed in. Eén iemand kan dus afgaan. Mm-hmm. Oh, als, in, als je dus niet, als jij dus dit doet en je weet het dus niet binnen de tijd. Mm-hmm. En dan mag jij niet meer en dan is het alleen nog tussen ons twee. Want dan zijn er al een paar namelijk ingedrukt. Yeah. En hebben wij nog minder. Heel leuk. Ja? Oké, okay, wat voor kaartje? Kom maar op. Iets wat rond is. Bal. Oh, wacht, ik moet nu doen. En dan moet ik? Volleybal. Ovaal. Emmer. Een emmer is rond. Bovenkant. Ja, ovaal is niet rond, hè? Nee. Maar dus ik ken af, eigenlijk al. Maar het is wel rond voor. Anus. Dat bedoel ik, niet dan uit. En nu moeten jullie twee nog met ovaal is een ronde vorm, toch? Maar ovaal, nee, ovaal is niet rond. Ovaal wel, maar ik vind de ovaal niet echt rond. Oké, dus jij bent nu, jij moet het nu zeggen en dan druk je hem in, druk je die in en dan is hij. Oh, nu ben je. Fietsband. Ja. Lamp. Een lamp? Een lamp rond? Nee. Ik ook niet. Wat? Weet je hoeveel ronde lamp je hebt? Editor, Google afbeeldingen, ja. Nu. Zie je die lamp daar? Ja. Zie je dat die rond is? Uh-huh. Dit is toch rond? Oh, dat wordt nu niet gegund. Iets wat altijd rood is. Ongesteldheid. Bloed. Een ader. Tepel. Nee, is niet rood. Nee, niet altijd. Is rood. Niet altijd. Oké, ik ben af. Rood. Dat is een goeie. Waarom dachten we daar niet aan? Oh my god, we zijn zo dom. Een woord dat op een U eindigt. Déjà vu. Moest eerst daar. Déjà vu. Menu. Menu! Hachu.
Nee, Hachu. Nee, Hachu. Nee, dat is Hachu. Hachu, dat is Hachu. Dat, ja, dat is OE. Oh, dat is OE. Dat is OE, ja. Su. Nee, dat is Meni. Hij eindigt op een I. Ja, dat eindigt op een I. Peru. Peru. Ja, ja, maar je zegt het Peru. Of je zegt het Peru, maar het is Peru. Revu. Nee, maar je su is al. Ja, oké, okay, dat hebt gewonnen, man. Okay. Een lichaamsdeel. Oeh, zo leuk. Die vind ik leuk. Doe maar. Courgette. Een been. Lekker. Hand. Arm. Nek. Oorlel. Moedervlek. Dat is geen lichaamsdeel. Klopt. Ik ga door, ja? Teen. Scheenbeen. Rechterhand. Yes! Goed gedaan. Leuk gedaan. Oh, wat voelt het goed. Iets wat kan vliegen. Vliegtuig. Kanarie. Lieveheersbeestje. Strontvlieg. Merel. Roodborstje. Ooievaar. Papegaai. Nachtegaal. Xter. Dat is niks. Wat is dat? Xter. 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 Dromedaris. Oké, Mila, ga maar door. Bezem. Een bezem kan niet vliegen, ouwe. Ja. Ik heb heksen zien vliegen. Dat kan niet. Een tovenaar. Een heks? Ja. Bro, dit slaat nergens op. Ja, dat kan wel. Een fruitvlieg. Granaat. Een aanbij. Oh, nee. Ja, jongen, wat zeg jij met je bezem? Bezem. Welke willen jullie? Individuele sport of een stad in de VS? Individuele sport. Stad in de VS. In de minimum. In de steenpapier schaal. Individuele sport dus. Schaatsen. Fiets. Tennis. Schaatsen. Hardlopen. Voetballen. Dat is niet individueel. Is niet individueel. Helaas. Voetballen, 1-op-1, pannatoernooi. Nee. Maar 1-op-1. Dat is zo'n onzin dit. Nee, hoezo? Voetbal is gewoon een teamsport. Voetbal is een teamsport. Oké, ik accepteer dit. Gelukkig. Ik accepteer dat ik een slecht antwoord heb gegeven. Ballet. Dans. Ah, die had ik ook, hè. Rennen. Oh, ram, ram, ram. Jeu de boule. Mag niet. Meerdere woorden. Jeu de boule is één woord. Nee. Een taal. Een taal. Dat is leuk. Frans. Vlaams. Nederlands. Shout-out Nederlanders. Hey, shout-out de Vlaams. Duits. Vlamingen bedoel ik. Zijn Duits? Mm-hmm. Hongaars. Spaans. Italiaans. Mandarijn. Turks. Shout-out naar alle Turken. Luxemburgs. Russisch. Pools. Bulgaars. Afrikaans. Oekraïens. Georgiaans. Engels. Wow. Tuurlijk. Kroatisch. Met de C? Nee, dat was goed, Kroatisch. Ja. Maar er is alleen nog iets met een C. Chinees! We hebben het uitgespeeld! Oh! Wat en nu? Ja, gewoon niks. Wow, we hebben het uitgespeeld! Ja. Leuk. Wow, echt goed. Leuk einde. Nee, tellen? Vind ik niet. Gaan we optellen? Nee toch? Dat kan me niet doen, toch? Nee, lijkt me niet handig. Lijkt me niet handig. Jij hebt al eens toch als je voorstaat. Nee, als de afspraak komt. Een weersverschijnsel? Ja, sneeuw, regen, mist. Bedankt. Sneeuw. Regen. Mist. Oh. Hagel. IJssel. Tornado? Mooi. Shit. Pegel. Oh, nacht? Nee. Een weersverschijnsel, nacht. Of niet met een nee, ik weet het niet. Je wist ook niets meer, hè? Jawel. Wat dan? Dat ga ik niet zeggen. Ja, jij wist niks meer. Nee, ik wist niks meer. Iets wat stinkt. Oké. Okay. Stront. Tunnels. Oh, nou, we gaan lekker. Drol. Drol. Ongelooflijk. Oksel. Kots. Hondenkoek. Anus. Vagina. Kan stinken. Baviaan. Naad. Reet.
Lul! Nee, ook niet meer eens. Nee, je hebt hem verdiend, bro. Yes! Kijk, ik ben gewoon goed in dingen die stinken. Oké, zullen we nog 2 rondes doen? 3 ding. Omdat jij kan winnen op die manier? Mm-hmm. Nee, ik moet poepen. Een sport zonder bal. Niet voetbal zeggen. Nou, schaatsen. Touwspringen. Rennen. Mariretten. Paardrijden. Langlaufen. Fietsen. Vliegen. Een sport? Dat is wel een sport. Aquagym. Gym. Gym. Cricket. Er zit een bal in. Het is met een bal, ja. Hè? Ja, dat is een bal. Nou, wel een goede sport. Oké, laatste. Iets waarvoor je bang bent. Ik begin met de ergste. Carbonkel. Oh, nu kan ik niet meer nadenken. Spin. Oh. Leeuw. Een fan. Een clown. Bevalling. Angstaanval. Ja, het goeie. Reet. Nee. En je was niet bang te laat. Jij bent. Schuif me reet. Ik hoop dat Marvin wint. Ja, vliegen. Had ik ook. Ja. Teamwork. Ah, jongen, wat zeg jij? Hoogtes. Jongens, je moet samenwerken. Nee. Goed. Wel leuk gedaan. Dit was hem, hè? Ja. Ik vond vooral de talen vond ik heel tof dat we die allemaal vonden. Ja, bizar. 4, 5, 9. Wow. Goed gespeeld. Bedankt. Goed gespeeld. Ja, maar ik was met 2. En wij zijn ook met 2, dus wij hebben ook 9. Wow, ja. Gelijkspel. Wow. Zullen we nu kijken wie het snelst alles kan tikken? Wie sloeg je op je achterhoofd? Jij mag raden, dat is een nieuw spel. Wie sloeg je op je achterhoofd? Jij mag raden. Dat was jij. Wie dan? Nee? Jij. Ja, tuurlijk. Jij sloeg ook hard. Ja, ik zou nooit zo hard doen. Dat viel mee. Nu jij die nou. Ik weet zeker dat jij weer hard gaat slaan. Nee, nu jij. Ja. Oh, dat is nice dat die kaarsen daarin zitten. Hadden jullie dat al gezegd? It's on the go. Ja, dat is wel echt nice hoor. Ja. Echt slim. Je hebt alleen maar dat ding nodig. Ja. Ik was het. Had ik niet verwacht. God. Had ik niet verwacht. God. Ik ga naar huis. Ik was het. Ja, ik kan zeggen, ik was het. Ja. Maar het maakte mij ook niet uit. Nee, ik weet het. Ik kom hier niet meer. Ik denk nog niet eens weg. Ik sloeg. Toen zou ik nog de hele beweging. Maar dat ik het ook doe, vind ik het erg. Een lamp is rond. Nee. Editor laat nog een lamp zien die rond is. Ik had een zwangerschapsmassage gepland staan voor Myron om 3 uur. Maar het is nu 3:15. Dus ik heb geen idee waar de persoon blijft. Maar het is nog heel even afwachten. En dan anders bel ik wel eventjes. Maar ik dacht, zwangerschapsmassage beviel Myron de vorige keer supergoed. Dus ik had er meteen nog eentje ingepland. En ik dacht, thuis is ook wel een keertje chill. Kijk hoe dat bevalt. Dus heb je er zin in? Ja. Mooi. En je hoopt dat ze zo'n ding heeft met zo'n gat bij het buik, hè? Ja, dat zou wel fijn zijn, ja. Dan kan je gewoon liggen met je... Hoe heet die persoon? Weet je wat een... Hoe heet die persoon? Nee, ik ga niet exposen. Nee? Nee, vind ik niet netjes. Ik ben het namelijk. Kan liggen. Weet je hoe een zwangere vrouw heet als ze zwemt? Een boei. Nee. Ik weet het dus, zeg maar. Ja, nee, daarom. Een onderzeeër. Een onderzeeër? Ja. Want die baby zit onder water en jij zelf niet. Oh, wauw. Ik ben een levende onderzeeër. Toen Myron aan het zwemmen was, dan was de baby onder water en Myron gewoon boven. Het is gewoon een onderzeeër. Maar de baby zit nu ook in water. Ja, in vruchtwater. Ja, daar zit toch het woord water in, bro. Klopt. Dat is alsof je zegt van deze kleur is rood. Nee, dat is niet rood. Dat is donkerrood. Ja, bro, daar zit het woord rood. Nee, maar ik versterkte jouw antwoord, bro. Ja, het is niet om lullig te doen. Wat? Hey, vette trui trouwens. Wat zit hierin? Ja, dat hebben we opgestuurd gekregen. Dat weet ik ook niet. Echt? Dat was een pakketje. Ja, dat zie je toch? Jij hebt het ingepakt. Ja, dat heb ik gekocht voor Myron. Echt? Nee. Ik wist het ook. Ja, maak me open. Nee, het is van Milan eigenlijk. Schat, het is van Milan. Oh, ik heb het echt wel gekocht. Happy birthday! Jawel. Staat niet eens bij naam. Nee, dat doe ik niet meer. Ik koop een cadeautje en dan zie ik... Voor jou hoor.
Nee. De eerste die langskomt, die kreeg hem. Jij bent de eerste. Hier, pasvoorschriften. Nou, daar ga je al. Jij oh, mag. Dat is het. Ik weet wat het is. Ja, we hebben het opgestuurd gekregen. Hè? Ja. Ik heb het zelf. Zwangerschapskussen. Ja, voor mij. Bedankt. Ja, dat staat er. Oh, ik dacht dat het iets anders zou zijn. Ik heb ook wasmiddel besteld. Ik dacht dat het was. Zwangerschapskussen. Dacht je dat het was? Nee, maar Milan. Jij slaapt ook met zo'n kussen, toch? Schreeuw je zo. Ja, inderdaad. Je was in één keer hard aan het praten. Milan! Ik heb ook inderdaad zo'n kussen, ja. Ik heb zo'n kniekussen. Boom! Weer iets lekkers voor Myron. Hey bro, rustig aan, man. Leuk dat je langs kwam met een spelletje. Ik heb er nog zoveel meer. Lekker, man. Neem het mee. Is helemaal goed. Is goed. Rustig aan. Jammer dat ik het gewoon. Ja, Myron die is gewoon te goed, man, met dit. Ja. Ongelooflijk. Wat is dit? Zal vast voor de navelstreng. Echt? Ja. Wat ligt dat hier? Nee, dat als je een visbeet hebt, dan kan je het haakje, als die heel diep zit, kan je het haakje zo mooi opereren. Maar hoe gaat die open dan? Dan moet je even een beetje opzij doen. Oh, zo. Nee. Ja? Ik moet kijken bij Marvin. Ja, succes. Ik doe dit even. Ik weet niet, wat moet ik doen? Oh! Okay. Oh! Hoor dat geluid. Als je dit eraf haalt, dan gaat hij in één keer helemaal dik worden, denk ik. Ja, dat is zo'n dopje hier zo. Ja. Groetjes thuis! Hey Milan, hier, doe deze eens op. Groetjes thuis! Doei! Hey, de deurbel gaat. Ik doe open. Oké, massage is er. Yo. Let's go baby, massage! Zo, ik zat per ongeluk de verkeerde plaats ingetoetst, dus daarom was ze wat later. Dus het kan natuurlijk gebeuren, geen probleem. Ik ga nog even lekker aan het werk hier in de studio. En Myron, die is echt helemaal in de hemel, want ze ligt nu voor het eerst. Ik zal het straks aan haar vragen, ik ben heel even vergeten hoeveel weken het precies is. Maar ze heeft zo lang al niet op haar buik gelegen en ze is echt een buikslaper. Dus ze ligt altijd op de zij, logisch, omdat ze nu zo hoog zwanger is. Maar nu ligt ze dus op een lekkere massage. Tafel met een gat in het midden. Hoe fijn moet dat wel niet zijn voor haar om even die buik lekker zo te laten hangen als het ware op je, ja, en op je buik te liggen. Omdat het kan. Dus dat vind ik echt super fijn voor haar. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga het straks even vragen hoe ze dat vindt. Oké, daar zitten we dan met z'n tweetjes. En Marion die heeft net het avondeten hier op schoot. Lasagne met spinazie. Heb ik eventjes besteld. Super lekker. Cijfer van 1 tot 10. Hoe fijn was het om op je buik te liggen? Heel fijn. 10. Hoeveel weken heb je dat niet gedaan? Ik denk ook wel 10. Ja, ik heb denk ik tot 20 weken nog wel een beetje op mijn buik kunnen slapen. Ja, nou, het was in ieder geval heel erg fijn dat je even kon relaxen op die manier. Ik heb een pizza besteld. Ik had niet verwacht dat die zo groot zou zijn. Nu begrijp ik de prijs wel in ieder geval. Ik dacht, de pizza is gewoon duurder geworden, maar... Ik had niet gekeken. Nee, ik dacht al, wow, €24 voor een pizza, dat vind ik echt duur. Maar ik had verder niet gekeken. Ik had gewoon de eerste optie aangeklikt. Nou, kun je vanavond nog een stukje nemen. Holy shit, dit is echt niet normaal. Check deze knijtsgrote doos. Check deze pizza. Oh, je hebt allemaal verschillende soorten gedaan. Ja, ik heb 4 soorten pizza. Goed, we gaan even een videootje kijken op YouTube. En dan, wil je vanavond nog sporten? Want je hebt best wel veel gedaan al vandaag. Je moet niet te veel doen. Ik heb echt veel gedaan vandaag. Ja, ik ga sowieso even een uurtje sporten. Maar dan moet je maar even kijken of je meegaat. Ja. Lekker sport vanavond, let's go! En daar zijn we dan, dames en heren. Super lekker om weer in het ritme te zitten van sporten. Dus daar ga ik jullie ook weer af en toe even in meenemen. Niet de hele sessie, niet helemaal lang. Ik weet dat niet iedereen het leuk vindt. Maar wel trots op ons, want het is 9:15 in de avond. We lagen op de bank en nu staan we hier in de gym, schatje. Yes. Super trots. Dus dat is wel echt nice. Zelf even een complimentje geven. Dus daar staan we. En ja, wat gaan we nu doen? 2 dagen geleden waren we hier ook. En dat willen we eigenlijk een beetje vasthouden. Elke 2 of 3 dagen sporten. Dat is een beetje de bedoeling. Nu is alleen wel even de vraag, wat ga ik doen? Waar ga ik mee beginnen? Ik weet het. Nu ik mijn schoenen nog aan heb, touwtjes springen. Zonder fout, let's go! Dan is het tijd om 1 minuut te gaan planken. Dan knallen we er nog even een buikspieroefening achteraan. En toen zat ik na te denken, wat kan ik nog meer doen? En toen kwam ik met deze oefening. Ik heb geen idee wat ik hier aan het doen ben, maar ik kan je wel vertellen, het ziet er eigenlijk wel goed uit en het was nog zwaar ook. Door de warming-up had ik het wel warm gekregen, dus tijd om mijn shirt op mijn hoofd te doen en dan lekker met de blote body verder aan de slag te gaan met de ski-erg. En dit is echt een heel fijn apparaat, want deze zorgt ervoor dat je gewoon helemaal kapot gaat en ik vind hem nog leuk ook, dus dat is gewoon een win-win situatie. And I let go, and I show, somewhere let me home.
En nog geen 5 minuten later zie ik in één keer dat Myron mij aan het nadoen is. Ze heeft gewoon mijn oefening gekopieerd. Ook al denk ik eerlijk gezegd dat ik onbewust deze oefening ooit bij haar heb gezien en daarom het zelf ook deed. Goed, het is tijd om even een parcoursje op te zetten en dit vind ik heel erg leuk om voor mezelf altijd te doen. Dus we pakken de touw erbij en die gaan we even helemaal lang maken. Dan pakken we ook nog even de fiets erbij. En dan gaan we even een mooi parcoursje doen. We beginnen met de touwen. Dit is gewoon echt een heerlijke oefening. Hou je lichaam gewoon lekker goed recht, rug recht, weet je wel. En dan lekker met je armen zwaaien. En daarna springen we gewoon lekker op die fiets. Kijk eens eventjes dat lekkere vetrolletje daar zo, die ik nog nooit eerder heb meegemaakt in mijn leven. Oh my god. Maar goed, maakt niet uit. Daardoor zijn we in de sportschool, dus let's go. Weer eventjes 100 keer touwtjes springen. Tijd om even mijn lichaam heen en weer te zwaaien. Ik heb geen idee waarom, maar het voelde gewoon goed. Ik had met mezelf afgesproken dat ik 30 seconden met de touwen heen en weer zou slaan en daarna 1 minuut op de airbike zou stappen. Toen moest ik even naar Marion haar buik kijken, want ze had iets ontdekt wat ze graag even met mij wilde delen. En dat had te maken met haar buikspieren, die dus niet meer aan de voorkant zitten, maar een beetje naar de zijkant worden geduwd. En dan moest ik natuurlijk ook even voelen. En dat wilde ze even terugdoen, dus toen ging ze ook even voelen aan mijn hartslag. Toen kwam ik erachter dat ik het best wel pittig voor mezelf had gemaakt. Want ja, als je een tijdje niet sport en je gaat dit in één keer doen, dan is dat gewoon wel zwaar. Dus toen had ik wat motivatie nodig. Dus toen dacht ik in één keer, oh, ik weet het, Wim Hof. Dus daar ga ik heen en weer de Wim Hof oefening. Oeh, oeh. Tijd om weer aan de slag te gaan, dames en heren. De touwen zijn als eerste aan de beurt. Dan is het tijd voor de airbike en ik had in één keer in mijn hoofd, wat nou als ik alleen maar naar voren staar, naar de muur en ik ga gewoon fietsen als een gek en mijn gedachten laat ik gewoon helemaal even verdwalen, dan heb ik helemaal niet door dat het een minuut duurt. Dus je ziet me gewoon echt zielloos vooruit staren en gewoon fietsen. En toen dacht ik, Enzo, kom op jongen, je bent toch geen pussy? Dus die laatste 10 seconden ga je maar lekker staan en fietsen. Nou, dat ziet er dan zo uit. Ik ging helemaal kapot. Toen stapte ik af en had ik echt eventjes die 4 keer tikken met Marion wat ik altijd doe nodig voor motivatie. Meteen maar even de bende weer opruimen, dat zou Pim heel erg trots maken. Dan is het tijd om een handdoekje te pakken en om even een bankje erbij te zetten. Dat bankje doen we omhoog, handdoek gooien we eromheen. En dan is het tijd voor die gewichten, voor de biceps. Ik heb hier 2 keer 12 kilo gepakt en dat doen we dus 12 keer omhoog en dat in totaal 3 keer. En ik kom erachter dat ook dit weer gewoon flink pittig is. Dus wat ga je dan doen? Op zoek naar motivatie. Wie kan mij nou in zo'n situatie motiveren? Ik liep een rondje in de gym van Pim en ik kwam een boek tegen en toen dacht ik, dit is de GOAT. Deze man heeft al zoveel mensen geïnspireerd en vandaag is het tijd dat hij mij gaat inspireren. Ik sla het boek open en ik duik in de geschiedenis van Johan Cruijff. En dan opeens knik ik ja en weet ik het. Ik heb de motivatie weer terug. Ik pak die gewichten. Zelfs Myron moest dit even vastleggen, want ik zat helemaal in mijn element. Myron had een playlist van Machine Gun Kelly aangezet en oh, wat een heerlijke muziek is dat. Dus je ziet me even lekker viben op de muziek, altijd belangrijk. En dan is het tijd, dames en heren, voor die allerlaatste keer met die 12 kilootjes de lucht in. Kom op, het maakt dan niet uit wat voor lelijk gezicht je ook maakt, als je die gewichten... Nou, dat dus. Ging heel goed. Nou, de hele bende weer even opruimen. En dan pakken we maar eventjes deze hoek waar we iets naar beneden doen. En dan uiteindelijk even iets anders eraan vastknopen. En dan even lekker die rug gaan trainen. Deze oefening doen we ook 12 keer en dan ook 3 setjes. En dat is lekker voor de rug hoor. Daarom kijk ik ook af en toe even in de spiegel zo van, heb ik een goede houding? Is het lekker voor mijn rug? Ja, dit is lekker voor mijn rug. We pakken daar nog even een andere angle bij. Kijk hoe mooi. Na 2 keer een setje te hebben gedaan, ga ik heel even kijken bij Myron hoe het gaat. En dat ziet er heel erg goed uit. Die heeft ook 2 mooie dingetjes erbij gepakt. Is lekker met die kettlebell aan het squatten. Hier nog even een shot van achter. Kijk eens eventjes dat ruggetje. Lekker. En dan, dames en heren, de welbekende guns van Arnold Schwarzenegger, jongen. Boom, de biceps. We beginnen met 8 kilo en dat doen we dan 12 keer. Daarna gaan we over naar de 6 kilo. Die doen we ook 12. We doen elke keer 12 tot nu toe. Dan pakken we daarna de 4 kilo. Die doen we ook 12 keer. En dan daarna gaan we over naar de 2 kilo. Ja, je hoort het goed. 2 kilo. Maar die doen we dan 20 keer natuurlijk. En dan daarna, ja, het kan nog minder, dames en heren. 1 kilo. Maar wat we eerst met die 1 kilo doen, even gitaar spelen. En deze doen we natuurlijk wat vaker. Dat is gewoon lekker om even te pompen, die bicep. Om hem even helemaal kapot te maken. Het is gewoon hoog tempo, 50 keer, keer op keer. Ondertussen is Marion op de achtergrond lekker aan het stretchen met de bal. En dan sluiten we natuurlijk af met even een lekker vreugdedansje. Want we hebben het maar gewoon even geflikt om 10:30 in de avond. Zo, ik heb genoten van deze avondsessie, dames en heren. Echt heel erg nice. Ik heb namelijk vandaag echt lang in de studio gezeten. Veel uurtjes gedraaid daar om dingetjes te regelen. En om dan nu zo even de dag af te sluiten met deze workout is wel echt een hele goeie. Ik heb nog even een komkommertje meegenomen voor onderweg.
Welke hapje? Schat. Heb je gewoon helemaal alleen getraind? Ja. Nee, ik heb wel heel veel komkommer gehad vandaag. Oké. Okay. Zo. Gaan we dan vandoor? Yes, let's go! Let's go! En om de dag dan echt goed af te sluiten, knallen er nog even wat vitamintjes in, zoals lekkere kwark en aardbeidjes, nootjes, honing, ja, proteïne. En dan is het helemaal klaar, dames en heren. Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Hopelijk heb ik wat mensen kunnen helpen met het bloed prikken. Kijk, valt wel mee. Deze arm was verkeerd geprikt, dus dan zie je wel dat er een beetje een blauw plekje overblijft. Deze arm was goed geprikt en dan zie je bijna niks. En zoals je nu ziet, ik begin weer droog te worden, want je ziet mijn aderen. Oké, bedankt voor het kijken. Ik check jullie morgen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, piet.